Goedemorgen kinderen, hier zijn we weer. Goedemorgen. Zeg kindjes, wij hebben jullie gisteren goed gefopt, hè? Oh, met onze 1 aprilvis. Oh, dat was wel een goed grapje, hè? Zeg oma, wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we een verhaal vertellen van Paco. Oh ja, Paco, dat is leuk. En van Paco en Mozart. Mozart? Wie is dat? Dat zal ik jou eens vertellen. Kijk, hier is het boekje Paco en Mozart. En Mozart is een meneer die lang geleden leefde in Oostenrijk. En die maakte hele mooie muziek. Kijk, ik zal het je laten zien. Oh. Kijk, hier zien jullie een print van Mozart. Hier, kijk, hier zit Mozart aan zijn piano. Zeg, oma, maar dat is toch... Die meneer staat daarachter. Is dat Mozart? Nee, Mozart is dat kleine jongetje hier achter die piano met dat blauwe pakje aan. Oh, dat is nog een kindje. 4 jaar. Lou, jouw kleinkindje is ook 4 jaar. Oh, en die maakte al muziek? Ja, die maakte toen al hele mooie pianomuziek. En wie is die meneer met dat rode pak? Dat is zijn leraar, de meester. Oké, en daar ga jij nu een verhaaltje over vertellen. Ja, kijk. Hier zie je een mevrouw die een opera zingt. Een opera, oh ja, zo'n muziekstuk met heel veel zingen en dansen. Ja, en meneer Mozart, toen hij een meneer was, heeft hij zo'n opera geschreven en die heette De Toverfluit. De Toverfluit. En Mozart heeft dat gemaakt. Ja, Mozart heeft dat gemaakt. En in het boekje gaan we er straks naar luisteren. Oké, dan gaan we nu beginnen. Oma, doe het terug dicht. Woeps. Paco en Mozart. Oh. Hier moeten we beginnen, oma. Ja, ik zie het. Vandaag heeft Paco met zijn vriend Fonzie afgesproken. Kijk, hier zie je Fonzie en hier is Paco. En ze gaan samen muziek maken, want ze zijn dol op muziek. Kijk, Paco gaat piano spelen. Laat eens horen, oma. Oh, dat is mooi. En dat is allemaal van Mozart. Ja, alle muziek die je nu hoort is van Mozart. Oké. Oh, wat is het leuk om met z'n tweetjes de muziek van Mozart te spelen. Kijk, Paco speelt piano en zijn vriendje speelt op de viool. Oh, mooi zeg. Mooi, hè? Paco en zijn vriend vinden de muziek van Mozart fantastisch. Zo mooi. En daarom luisteren ze er ook veel naar. Kijk, ik zal het nog eens laten horen. En dan zetten ze de muziek heel hard in hun appartementje. Maar wie dat niet zo leuk vindt, is de bovenbuurman. En die is dan boos en die klopt met de stok op de grond. Kijk, die is een beetje... Oh, die is een beetje boos omdat de muziek te hard staat. Ja, maar zij vinden hem zo mooi, de muziek. Paco en Fonzie willen graag naar buiten. En ze willen buiten gaan luisteren of er buiten geen muziek is. En ze roetsen langs de trapleuning naar beneden. Ho, 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 ho. Ho, ho, die durven nogal zo naar beneden glijden. En als ze buiten komen op straat, horen ze alweer muzikanten. Die spelen Mozart. Thank you.
Oh, mooi. Kijk, en dan komen ze buiten. En op straat horen ze, zien ze eerst een jongetje op een fiets. Die zien ze voorbij rijden. Oh, en dan horen ze, kijk, hier staan Paco en zijn vriendje Fonzie. En ze horen boven, waar een raam open staat, horen ze hun buurjongetje piano spelen. Die krijgt juist pianoles. Maar die kan al goed spelen. Ja, mooi hè. En dan komen ze in de metro. De metro? Ja, de metro is een soort tram onder de grond. Daar komen ze. En kijk, daar staat ook een heel muziekgroepje. Die ook muziek maken van Mozart. Kijk, hier zijn Paco en Fonzie. Mooi zeg, mooi. En ze lopen verder. Ze komen aan een parkje met een hele mooie grote fontein. En daar staan mensen die muziek maken, die zingen. Muziek van Mozart. Zeg, oma, die hebben zo'n rare kleren aan. Ja, die hebben kleren aan uit de tijd van Mozart, van lang geleden. Luister maar. Kijk, en die hebben ook pruiken op, oma. Ja, die hebben pruiken op. En hier waren Fonzie en Paco, die gingen luisteren. Ja, in het gras. En dan lopen ze verder in het park en ze komen bij een muziektentje. En daar zijn er ook, oh kijk, die is op de harp aan het spelen. Ook muziek van Mozart, oma. Ja, ook weer muziek van Mozart. Dat is wel een heel speciaal instrument, hè, oma, zo'n harp. Ja, dit is de harp. Speciaal, hè? Heel groot. En dan komen ze in een kerk. Kijk, hier zijn Paco en Fonzie. De kerk zit vol en ze blijven vanachter staan luisteren. Mooi, speciaal, zeg. En ze gaan weer naar buiten, want het is zomer, het is lekker warm buiten. En op het terras van het cafeetje, daar zitten ook staan ook een paar muzikanten. Oh ja, je hoort de geluiden van het cafeetje. En nu de muzikanten, oma, spelen die ook Mozart? Ja, het is weer Mozart. En dan komen ze in de opera. Oh ja, in die grote opera met al die zalen. Oh, en dat is een soort theaterstuk, hè, oma? Ja, en daar gaan ze zingen. En we gaan zingen naar de Koningin van de Nacht. Wauw, ik zal het aandoen. Oké, mooi. Dag kinderen, tot morgen, dan zijn we er weer.